Goedendag, mooi winterslandschap hier op de foto. Morgen zien we ook winterse landschappen. Vooral zal dat zijn in Limburg, want daar gaat flink wat sneeuw vallen, zeker in de heuvels. Dat gaat ongetwijfeld tot mooie plaatjes leiden. Ja, vannacht vriest het op de meeste plaatsen. Vanavond gaat het al op de meeste plaatsen vriezen. En door de vorst kan het glad worden. Als gevolg van sneeuwresten die liggen op veel plaatsen. Maar ook door bevriezing van natte weggedeelten. Natuurlijk zijn de doorgaande wegen over het algemeen gestrooid. En liggen die goed in het zout. Maar lokaal toch nog wel gladheid op de met name kleinere wegen. En ook in, in woonwijken is het goed mogelijk. Bijvoorbeeld een straat die heel de dag in de schaduw ligt. Die kan zomaar weer glad worden. Morgen de storing vanuit het zuiden. Die brengt sneeuw in Limburg. Limburg, misschien ook nog wel in delen van Brabant in Zeeland, dat is niet uitgesloten. Maar in Limburg gaat het echt wel langdurig sneeuwen. In het noorden van het land krijgen we te maken met een aantal winterse buien. En u zag het al eventjes, ook donderdag kunnen er met die noordwestelijke stroming wat buien over het land trekken. Ik heb hier ook nog een beeld van de sneeuw. Het sneeuwt al op, uh, of er ligt al sneeuw op veel plaatsen. Maar er komt morgen duidelijk meer bij in Limburg. Kijk, dan gaan we zelfs naar 9 of 10 centimeter in de heuvels. Misschien lokaal nog wel wat meer. En daaromheen een lichte band met lichte neerslag. Dat zou misschien dan nog in Brabant en het zuiden van Zeeland. Tot een centimeter sneeuw kunnen leiden. Ook de winterse buien in het noorden kunnen af en toe wel tot een sneeuwdek gaan leiden. Maar de meeste sneeuw valt dus duidelijk in Limburg. En natuurlijk ook in België en Duitsland. Er is in Duitsland ook bijvoorbeeld een gebied. en dat geldt ook bijvoorbeeld voor Luxemburg en delen van België, waar het langdurig gaat ijzelen. Daar worden de omstandigheden echt heel slecht. Ongetwijfeld zullen we daar morgen meer van zien in het nieuws. De sneeuwval die is langdurig, want het gaat al rond het middaguur sneeuwen morgen, woensdag dus. En dat blijft doorgaan tot diep in de nacht van woensdag op donderdag. Het is echt langdurige sneeuwval. En daardoor kan er dus een behoorlijk dek in het zuiden van Limburg gaan ontstaan. Goed, komende nacht die vorst, ik had het al aangegeven: min 2, min 4 graden. Aan zee blijft die temperatuur iets boven nul. Er staat een zuidelijke wind en er zijn wolkenvelden aanwezig, maar eigenlijk wel in heel het land droog. Heel misschien dat er in het noorden nog een bui voorbij gaat komen. Nou, dat geldt ook voor morgen overdag. In het noorden dan een bui. Daar kan ook de zon nog wel even doorbreken. 1 of 2 graden wordt het. In het midden van het land vrijwel droog weer met 0 graden in de middag. En in het zuidoosten dan die sneeuwval bij temperaturen iets onder nul. Met andere woorden, die sneeuw die blijft natuurlijk gewoon liggen. We hebben dat als volgt in de kaart samengevat. Meeste sneeuw in het zuiden van Limburg, 5 tot 10 centimeter, misschien lokaal wel wat meer. Ga je meer naar het noorden, kom je op 1 tot 3 centimeter uit. En die lijn, die grenslijn zeg maar van wel sneeuw, niet sneeuw, ja, die is nog niet helemaal zeker. Want ik kan me ook voorstellen dat die nog een beetje over Brabant door gaat lopen en dan zo richting Zeeland. We zien wat onzekerheid in de modellen daarvoor. Echt veel noordelijker verwacht ik niet dat het gaat komen. Kijken we ook nog even vooruit. Donderdag en vrijdag temperaturen boven nul in de middag, maar wel een noordwestelijke stroming. En wat winterse buien, dan wordt het gauw natte sneeuw. Of zelfs uh, gewone regenbuien. Dat is ook niet uitgesloten. In de nachten blijft het wel licht tot matig. Vriezen. Zeker in Limburg kan de temperatuur flink onderuit gaan, omdat daar dat sneeuwdek aanwezig is. En zaterdag lijkt dan een droge dag te gaan worden. Nou, wilt u de weersverwachting nog wat meer in detail bekijken? We hebben vanmiddag een live. Uh, Opname gemaakt en daar staan we uitvoerig stil bij de weersituatie die we woensdag gaan krijgen. Fijne dag.